In deze video gaat het over de opstand die zich afspeelde in de tijd van ontdekkers en hervormers. De vraag die in deze video centraal staat is: wat waren de oorzaken en de gevolgen van de opstand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, eerst even wat algemene kenmerken over die opstand. De opstand was eigenlijk een andere naam voor wat je ook wel eens vaak hoort, de Tachtigjarige Oorlog, die duurde van 1568 tot 1648. Tachtig jaar lang werd er oorlog gevoerd dus aan de ene kant de Nederlandse gewesten en aan de andere kant Philips II. Philips II was de koning van Spanje die het in de Nederlanden voor het zeg had. En je ziet hier op de kaart rechts dat Nederland zoals we dat nu kennen nog niet echt bestond, maar bestond uit allerlei kleine onafhankelijke gewesten. De Nederlanden waren onderdeel van een groter rijk, een groter wereldrijk. Dat ook wel het Habsburgs Rijk werd genoemd, eh, genoemd naar de familie die daar het voor het zeggen had, namelijk de familie Habsburg. Ze hadden, zoals je ziet, gebieden in Spanje, Italië, Duits, in Duitsland, het huidige Nederland, België en Luxemburg in hun bezit, maar ook later eh, overzeese gebieden, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Gebieden die tijdens de ontdekkingsreizen bij Spanje waren gekomen. Nou, een van de bekendste koningen van het Habsburgs Rijk, of later ook keizer van het Habsburgs Rijk, was Karel V. Hier zie je ziet hem op de afbeelding. Karel V uh, had vanaf 1515 het woord zeggen in ons land. En in 1555 gaf hij zijn macht over aan zijn zoon Filip uh, II. En met Filip II zouden ze in de Nederlanden met name heel veel problemen krijgen. en zou de opstand ook gevoerd worden tegen deze man. Nou, waarom kwamen die Nederlanden nou uiteindelijk in opstand en waarom spreken we uiteindelijk van een 80-jarige oorlog? Dat heeft te maken met een aantal zaken. Ten eerste, op politiek gebied uh, was er van alles aan de hand. De Habsburgse vorsten wilden vanuit één punt regeren met overal dezelfde wet en regels, een zogenaamde centralisatiepolitiek. Alleen dat ging vaak in tegen de belangen van de mensen van hoge adel die het in het gewesten voor het zeggen hadden. Bijvoorbeeld mensen als Willem van Oranje, mensen als Egmond, Hoornen, allemaal hoge edellieden, die waren gewend om hun eigen uh, gebied te besturen en werden nu eigenlijk op de vingers getikt door de Habsburgers, die zeiden: Nou, doen we niet meer, we gaan vanuit één punt besturen en jullie hebben te voegen naar wat wij willen. Daar begon Karel V al een beetje mee, maar Philip II zette dat uh, nog wat verder door. Hij bouwde ook een nieuwe hoofdstad van zijn uh, Habsburgse Rijk. Dat kwam in, uh, in Spanje te liggen, in Madrid. Uh, Madrid was tot dan toe eigenlijk een vrij kleine, onbeduidende stad, maar midden in Spanje werd een nieuwe stad uit de grond gepompt. En hier zie je uh, een van zijn bekendste paleizen, het zogenaamde Escorial, uh, in, de, in de omgeving van, uh, van Madrid. Waar, vanuit waar hij uh, het gebied bestuurde. En dat ging dus in tegen de belangen van de mensen van hoge adel. Nou, daarnaast uh, was er ook sprake van een godsdienstige oorzaak. Uh, de Habsburgers waren strenge katholieken en ze wilden dat iedereen in het rijk ook katholiek was. Nou, we hebben uh, in een vorige video gezien dat er van alles aan de hand was in de 16e eeuw in Europa. Dat er ook een protestantisme was opgekomen. Luther, Calvin uh, gingen in tegen de regels of gingen in tegen allerlei dingen van de katholieke kerk. Uh, waardoor ook heel veel mensen uh, overschakelden van het katholieke geloof naar het protestantse geloof. Nou, dat accepteerden de Habsburgers niet. En ze gingen dan ook over tot een strenge uh, vervolging van die mensen, de zogenaamde kettervervolgingen. En ketters, dat zijn mensen die zich niet houden aan de regels van de katholieke kerk. En het waren dus onder andere de protestanten. Een derde oorzaak. Is te vinden in de economie, een economische oorzaak. Het ging namelijk vrij slecht met de economie van met name de Nederlanden. De mensen, er was veel armoede, mensen moesten hoge belastingen betalen, met name ook door de man die je rechts op de afbeelding ziet, Alfa, waar ik straks nog over kom te spreken, waardoor ja, de mensen gewoon niet te veel geld hadden. En die combinatie van uh, arme mensen die uh, boos waren op het bestuur, uh, protestanten die boos waren op het bestuur en ook uh, de mensen van de hoge adel die boos waren op het bestuur, maakte dat uh, tot drie hele belangrijke oorzaken voor de Nederlandse opstand. Nou, een van de gebeurtenissen die daarbij een hele belangrijke rol heeft gespeeld dat is het zogenaamde smeekschrift. Hier zie je op deze afbeelding uh, Margaretha van Parma. Margaretha van Parma was een halfzus van Filip II. En zij was naar de Nederlanden gestuurd om eigenlijk namens Filip II het bestuur in de Nederlanden vorm te geven. En deze Margaretha van Parma die kreeg op 5 april 1566 het zogenaamde smeekschrift aangeboden. En dat smeekschrift dat was niks anders dan een verzoek van de Lage Adel, de mensen die in de, in de steden en ook op het platteland de orde moesten handhaven. Um, en kregen daarmee een verzoek, althans, ze deden het verzoek aan Margarethe van Parma om um, de kettenvervolgingen die er in, uh, in de Nederlanden waren, om die stop te zetten. Want ze zeiden: Ja, um, als je heel veel kettenvervolgingen uh, houdt, dan um, levert dat heel veel onrust op in de samenleving. En ja, dat is niet zo bevorderlijk voor de orde en rust in het land. Dus stop alsjeblieft met die kettenvervolgingen. Nou, dat. Um, werd eigenlijk niet zo uh, gewaardeerd. Uh, Margaret van Parma wist ook niet wat er over kwam. Hield ook eigenlijk helemaal niet zo van besturen. Zat daar uh, bij, bij de ontvangst van dat uh, smeekschrift in, uh, in Brussel. Uh, kreeg toen te maken, dus zoals je hier op de afbeelding ziet, met een hele stoet aan uh, mensen van de lage adel. En uh, ja, wist eigenlijk niet wat er gebeurde. En zei, wat moet ik hier nou mee? En een van de adviseurs die zei toen de woorden, sonke de gue. het zijn slechts bedelaars. Een soort denigrerende benaming voor de mensen die dus een verzoekschrift kwamen indienen. Nou, dat zeiden dus ze in het Frans, omdat uh, de taal aan het Hof in heel veel Europese landen een lange tijd ook het Frans was. Uh, en heel veel mensen van adel spraken dus ook Frans met elkaar. En een van de mensen die daar het smeekschrift kwam aanbieden, die hoorde die uh, benaming. Die was in eerste instantie heel erg beledigd, hè? hoe durven ze ons bedelaars te noemen. Maar later werd het als een soort heldennaam beschouwd en werd dat woordje Geu uh, omgezet tot het Nederlandse geus. En de opstandelingen zouden zich vanaf dat moment ook geuzen gaan noemen. Een andere belangrijke gebeurtenis die uh, heeft geleid tot de opstand was de zogenaamde Beeldenstorm. Ik zei net al um, dat uh, de Spaanse koningen wilden dat uh, de mensen in hun rijk allemaal katholiek waren. En als ze dat niet waren, dat ze dan een probleem kregen. Nou, ze mochten in ieder geval niet in het openbaar. Hun geloof beleiden. En dat betekende dat ze in de open lucht bij elkaar kwamen om ja, op een protestantse manier hun ja, godsdienst te beleiden. En in augustus 1566 werden bij die ja, openlucht bijeenkomsten, die openluchtdiensten, besloten of opgeroepen tot het vernielen van allerlei katholieke kerken. Er moesten beelden uit die kerken worden gehaald. Het geld moest uit die kerk worden gehaald. Uh, eigenlijk alle dingen waar Luther en Calvijn tegen geprotesteerd hadden, wilden zij nu in de praktijk gaan brengen. Uh, men moest maar eens even luisteren naar de protestantse mening. En dat gebeurde tijdens de zogenaamde Hagepreken. Dus die bijeenkomsten van protestanten in de open lucht, omdat ze geen eigen kerkgebouw hadden. Nou, um, die uh, beeldenstorm die begon in, uh, in het zuidwesten van Vlaanderen. En je ziet op de kaart een blauwe strook lopen die loopt van het zuidwesten van de Nederlanden tot aan het noordoosten van de Nederlanden en dat hele blauwe gebied dat kreeg te maken met de beeldenstorm. Overal werden kerken geplunderd eh, en werden spullen vernietigd. Toen Philips II hoorde dat die beeldenstorm was geweest, was hij woedend. Hij was zo woest dat hij zei: hier moeten de mensen in de Nederlanden voor gestraft worden. En hij stuurde dan ook een van zijn eh, meest eh, Competente generaals naar de Nederlanden en dat was de hertog van Alva. Hij had ook wel de bijnaam IJzeren hertog gekregen omdat hij keihard op kon treden. Hij werd met, kreeg een leger van tienduizenden soldaten met zich mee om die Nederlanders eventjes een lesje te leren. En een van die lesjes was onder andere het straffen van de mensen die betrokken waren geweest bij de beeldenstorm. Daar werd een, een, een rechtbank voor opgericht, de zogenaamde Raad van Beroerte. In de volksmond ook wel de Bloedraad genoemd. Omdat de meeste mensen die daarvoor uh, moesten verschijnen de meest zware straffen kregen, tot aan de doodstraf aan toe. Uh, ook mensen van de hoge adel, uh, wat ik net al in het begin van het filmpje noemde, mensen als Egmond en, en Horne, uh, werden uh, ja, te dood veroordeeld en werden onthoofd op de grote markt in Brussel. Ondanks het feit dat ze eigenlijk met die hele beeldenstorm niks te maken hadden. Sterker nog. Het feit dat ze zelfs nog katholiek waren gebleven, maar volgens Alva wel betrokken waren geweest of verantwoordelijk waren voor die hele beeldenstorm. Hij deed dat zo goed volgens Filip II dat hij niet alleen maar de boel op orde moest maken wat betreft de beeldenstorm, maar hij mocht volgens Filip II ook gaan regeren namens hem. En dat betekent dat zijn halfzus Margarethe van Parma, die tot dan toe de touwtje in handen had gehad, werd vervangen door Alva. En hij werd de nieuwe landvoogd van de Nederlanden. En een van de dingen die hij ook invoerde was het innen van belastingen. Innen van een soort omzetbelasting, De tiende penning slaat op het feit dat over de producten die in Nederland verkocht werden, 10% belasting moest worden geheven. Te vergelijken met onze BTW. Nou, als je het vergelijkt met onze BTW, stelde dat niet zo heel veel voor. Hè. Tegenwoordig hebben we 21% aan BTW, dit is 10%. Maar als je bedenkt dat ze natuurlijk daarvoor. Uh, geen enkele belasting hoefde te betalen over uh, producten, dan kun je je voorstellen dat de mensen daar in, ne in de Nederlanden niet blij mee waren. Sterker nog, dat ze daar woest van werden. Uh, en sterker nog, uh, mensen ook door, daardoor uh, ja, uh, flink arm werden. Een van de mannen die het absoluut niet eens was met het beleid van Filip II, en later ook de leider van de opstand zou worden, dat is de man die je hier rechts ziet, en ook uh, door veel Nederlanders wordt gezien als de vader des vaderlands, namelijk Willem van Oranje. Willem van Oranje kwam oorspronkelijk uit Duitsland en leefde van 1533 tot 1584. Hij was van hoge adel en was tijdens zijn jeugd werd hij naar het hof van Karel V gehaald om daar een katholieke opvoeding te krijgen. Hij was van oorsprong van thuis uit protestants, maar omdat hij gezien werd als een soort uh, ja, reizende ster, als iemand die best wel wat kwaliteiten had, uh, werd hij, uh, kreeg hij de, de focusbehandeling zou je kunnen zeggen, van Karel V, om aan zijn hof een katholieke uh, opvoeding te krijgen. Nou, dat uh, leverde uh, na verloop van tijd best wel wat conflicten op, maar die conflicten die werden met name uh, groot toen, uh, toen Philips II aan de macht kwam. Maar voordat hij echt ruzie kreeg met Filip II. Was hij wel een van de belangrijkste bestuurders van de Nederlanden geworden. Want hij was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. De drie belangrijkste gewesten van de Nederlanden in die tijd. En stadhouder betekende op dat moment dat hij een soort plaatsvervanger was van de koning in die gebieden. En dat hij dus ook met andere woorden veel invloed had. Nou, die invloed die zou hem dus nu worden afgepakt, omdat de centralisatiepolitiek steeds belangrijker werd. Dat pikte Willem van Oranje niet en werd daarmee ook uiteindelijk leider van de opstand. Iets dat hij tot zijn dood zou blijven doen. Als we dan inzoomen op die opstand, die opstand die dus duurde van 1568 tot 1648, dan begint die opstand echt als er sprake is van een gewapende strijd tussen twee partijen. In dit geval de opstandelingen aan de Nederlandse kant en de Spanjaarden aan de andere kant. En de eerste gewapende opstand tussen die twee partijen die vindt plaats in het noorden van Groningen. Bij de plaats Heilige Lee. Uh, en die heet toepasselijk de Slag bij Heilige Lee. En die, uh, op, die eerste slag bij, uh, in, de, in de opstand die wordt gewonnen door de opstandelingen. Dus door het leger, zou je kunnen zeggen, van Willem van Oranje. Die had daar heel veel huursoldaten voor, uh, voor in het leven geroepen. had heel veel mensen betaald dus om voor hem te vechten. En je zou kunnen zeggen, dat is ook een van de belangrijkste kenmerken geworden van die opstand, dat beide partijen, zowel de Spanjaarden aan de ene kant en de opstandelingen aan de andere kant, eh, vooral gebruik maakten van huursoldaten. Die mensen werden betaald om te vechten voor jou. En dat hoefde dus niet te betekenen dat ze uit jouw land kwamen, maar de Nederlandse opstand werd bijvoorbeeld uitgevochten met behulp van Engelsen, met Duitsers en met Franse soldaten. Een van de belangrijkste gebeurtenissen uit het begin van de opstand was de inname van een bril. In 1572. Uh, tot dan toe waren er uh, dus vooral veldslagen geweest, maar waren er nog geen steden ingenomen. En in 1572 slaagden de Watergeuze, en dat waren de opstandelingen die met name op zee vochten tegen de Spanjaarden. In dit geval onder leiding van de uh, uh, edelman uh, Willem van der Mark slaagden erin om die stad in te nemen uh, op de Spanjaarden. En dat konden ze met name doen omdat de Spanjaarden op dat moment de stad uit waren gegaan en zo heel makkelijk de stad kon worden ingenomen. Na de inname van de Mbril, de eerste stad die dus koos voor de opstandelingen, zouden er meer steden volgen. En zouden meer steden dus aan de kant komen te staan van de opstandelingen. En zouden de Spanjaarden het steeds moeilijker krijgen om die steden onder de duim te houden. Een van de tactieken die de Spanjaarden toepaste om de Nederlandse steden onder de duim te houden, was het belegeren van de steden. Dat hield in dat ze met Spaanse soldaten rond de stad post gingen vatten om ervoor te zorgen dat niemand de stad meer in of uit kon. En ze hoopten daarmee dat de stad zich over zou geven, want als er geen persoon meer de stad in of uit kon, dan zou er ook geen voedsel meer kunnen worden aangevoerd en zou de stad uiteindelijk verhongeren. De Nederlandse steden die dat lot wachten, die gaven zich echter niet zonder slag of stoot over. En in sommige gevallen slaagden ze er zelfs in om een overwinning op de Spanjaarden te behalen. Ik haal even nu drie uh, Nederlandse steden uit die te maken hebben gekregen met een beleg. In 1572 was dat bijvoorbeeld Haarlem, een belangrijke stad in, uh, in Noord-Holland. En die stad die leek in eerste instantie de overwinning op de Spanjaarden te kunnen behalen. Maar uiteindelijk trokken de Spanjaarden toch aan het langste langstend en werd de stad op uh, gruwelijke manier uh, ja, geplunderd. Een jaar later werd Alkmaar belegerd. Um, uh, maar in dit geval trokken de opstandelingen aan het langste end en was het de eerste stad die een beleg van de Spanjaarden in een overwinning wist om te zetten. En een derde stad die wat dat betreft genoemd mag worden is Leiden. Ook Leiden kreeg te maken met de belegering van de Spanjaarden, maar ook Leiden slaagde daarin om dat beleg tot een overwinning uh, om te zetten. En met name omdat de, de watergeuzen de dijken rondom Leiden doorprikten, waardoor het land. Rondom de stad onder water kwam te staan en de Spanjaarden moesten vluchten. Een andere belangrijke gebeurtenis uit de opstand is de zogenaamde Unie van Utrecht. Toen de opstand maar voortduurde en voortduurde en er eigenlijk geen ja, zicht was op een toegeven van de Spaanse kant op alle wensen en eisen van de Nederlanders, besloot een aantal opstandige gewesten in 1579 een verdrag te sluiten. En dat verdrag, dat was eigenlijk een soort verbond van opstandige gewesten. En je ziet ze hier met name in het oranje afgebeeld. Een verbond van opstandige gewesten om samen te werken tegen in dit geval de Spanjaarden. En je zou kunnen zeggen als je naar de Unie van Utrecht kijkt, dat het, dat het al voor een deel lijkt op het huidige uh, Nederland. Want later sluiten ook andere gebieden zich uh, aan. Die zijn in het uh, licht oranje of het lichtbruin afgebeeld. En waardoor je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk een soort nieuwe staat ontstaat die, zich gaat, vecht, die gaat vechten tegen de Spanjaarden. Twee jaar later uh, gaan de opstandige gewesten nog een stapje verder. In 1581 ondertekenen ze het zogenaamde Plakkaat van Verlatingen. En het Plakkaat van Verlatingen is een overeenkomst opgesteld door de Staten-Generaal. Je zou kunnen zeggen de vertegenwoordiging van alle gewesten uh, in Den Haag die in opstand waren gekomen tegen de Spanjaarden. En besloten om de. Uh, Spaanse koning Filip II niet meer als koning te erkennen. Dat was voor die tijd echt uniek, want uh, geen enkel land um, ja, had uh, geen koning. Dus met andere woorden, nergens was er een land dat niet bestuurd werd door een koning. Dus wat deden deze opstandige gewesten? Zeiden Philips II is niet meer onze koning nu. Wij moeten op zoek gaan naar een nieuwe vorst. Alleen die zoektocht naar een nieuwe vorst die leverde eigenlijk helemaal niet zoveel op. Elke keer werd er geen, uh, geen geschikt persoon gevonden of. Stelden ze iemand aan die achteraf ook weer tegen begon te vallen. Het plakkaat van verlatingen wordt vaak gezien als de geboorteakte van ons land. Toen ze namelijk de Spaanse koning Filip II niet meer erkenden als hun koning en ook de zoektocht naar een andere koning geen resultaat opleverde, besloten in 1588 de opstandige gewesten maar ja, hun eigen bestuur te gaan vormen. Dat deden ze onder de naam Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een land namelijk zonder koning is een republiek. En ja, nu ze geen koning meer hadden, waren ze dus de republiek geworden. In dit geval van uh, gewesten die samenwerkten. En dat noemen we ook dan een statenbond. Uh, in de praktijk betekende dat dat deze gewesten voor een groot deel onafhankelijk waren, maar op bepaalde gebieden een uh, gemeenschappelijk bestuur hadden. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, buitenlandse politiek en ook op het gebied van uh, je land verdedigen, van defensie. Nou, een van de belangrijkste kenmerken van zo'n statenbond en van deze republiek was dat ze geen vorst meer hadden. En dat ze vanaf dat moment zelf hun bestuur gingen uitoefenen. En dat deden met name de rijke burgers van het land. En dat noemen we ook wel regenten. Het uitroepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden betekende niet het einde van de 80-jarige oorlog of de opstand. Spanje. Vond namelijk belachelijk dat zeven gewesten zich nu onafhankelijk verklaarden en was helemaal niet bereid om die onafhankelijkheid te erkennen. De oorlog met Spanje zou dan ook nog een flink aantal jaren voortduren. Sterker nog, zou het nog 60 jaar voortduren, want pas in 1648 kwam er een einde aan de opstand en er kwam er een vrede dus tussen Spanje aan de ene kant en de Republiek aan de andere kant. En die vrede die werd gesloten in de Duitse stad Münster. En wordt dan ook wel de Vrede van Münster genoemd. En in die Vrede van Münster eh, erkent Spanje de Republiek als een onafhankelijk land. Als we dan terugkeren naar de hoofdvraag van deze video: wat waren de oorzaken en gevolgen van de opstand? Kunnen we concluderen dat er drie belangrijke oorzaken waren. Een politieke oorzaak in de vorm van de centralisatiepolitiek, die de macht eigenlijk van de hoge adel beperkte. Een godsdienstige oorzaak in de vorm van de kettenvervolgingen. Protestanten die uh, werden opgepakt en werden gestraft voor het feit dat ze een ander geloof hadden. Uh, en een economische oorzaak in de vorm van de armoede: onder andere het gevolg van de belastingen, de tiende penning, die de Spanjaarden invoerden in de Nederlanden. Nou, dat leidde tot een opstand die uiteindelijk ervoor zorgde dat er een scheiding kwam tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, want de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden die uiteindelijk ontstond, dat was met name een republiek die in het noorden ontstond. En het zuiden zou tot lang, zou lange tijd nog steeds onder invloed blijven van de Spanjaarden.